welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een Lego producten video. Ik heb de afgelopen tijd weer al mijn opgemaakte beauty producten bij elkaar verzameld. En ik ga ze jullie laten zien. Dit zijn dus allemaal Lego producten die ik helemaal heb opgemaakt. Het zijn beauty producten, dus niet per se alleen make-up, maar skincare, make-up, gewoon allerlei soorten beauty producten. Ik maak niet heel vaak iets op omdat ik gewoon heel veel beauty producten krijg, omdat dit letterlijk mijn werk is. Maar zo nu en dan gaat het toch wel iets op. Vooral skincare maak ik altijd helemaal op, omdat het echt moet voordat ik weet wat ik ervan vind. En ja, sommige producten vind ik goed, sommige vind ik niet goed. En ik ga jullie vandaag er alles over vertellen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Voordat we beginnen zal ik zoals altijd vertellen wat ik op mijn lippen heb. Een Morphe Sweet Tea lippotloodje, like always. En deze prachtige lipgloss van Kruidvat Huismerk Make-up Line. De High Gloss Plumping Lip Smoothie. In de kleur 020 Honestly Nude. Is echt een hele mooie nude kleur. Dus dit is echt een fave combo van mij. Jongens, het is zo warm. Echt. Ik heb vandaag mijn haren gewassen, maar door de hitte wordt het helemaal zo raar pluizig of zo. Het klinkt heel raar, maar toch is het echt zo. Oké, laten we beginnen. Ik ga beginnen met een toner van de Body Shop Vitamine E Hydrating Toner. Ik vond hem fijn. Is het de beste toner ever? Nee. Is hij slecht? Nee. Hij is ook best wel groot, dus hij ging best wel eventjes mee. Hij ruikt ook echt heerlijk en hij brengt echt heerlijk aan over mijn gezicht. Ik vond alleen niet per se dat het echt iets deed voor mijn huid, zoals ik wel af en toe zie bij andere toners. Maar al met al vond ik hem wel gewoon oké. Zou ik hem per se opnieuw halen? Nee. Dan heb ik van Mr. & Mrs. Green de Hyaluronzuur Caps. Ik slik heel veel supplementen, want ik weet gewoon dat ik die gewoon niet genoeg binnenkrijg door middel van voeding. Dus ik slik ze bij. Hyaluronzuur is heel goed voor mijn huid. En vooral omdat ik een droge huid heb, moet ik echt hyaluronzuur hebben. En ik moet ook zeggen, ik begin ook echt verschil te zien in mijn huid. Vroeger was mijn huid echt droog. Toen slikte ik nog niks. Ik gebruikte ook helemaal geen gezichtsproduct voor de droge huid. Nu ik dit dus allemaal doe, zie ik verschil in mijn huid. Mijn huid is nou meer richting normaal droog. En ik moet nu zeggen dat het zelfs gewoon nu echt richting normaal is. Want ik zie zelfs door de dag heen dat mijn neus een beetje vettig wordt en zo. Terwijl vroeger was dat helemaal niet een ding. Hier allemaal is het nog wel droog. Dus ik ben nou een beetje gekomen bij het. Mijn gezicht is droog, maar ik heb een vettige T-zone. Daar ben ik nu een beetje beland. En dat is voor mij echt vooruitgang. Want mijn huid was echt droog. Dus dit soort supplementen zijn echt amazing. En ik raad ook dit merk echt aan. Next up, make-up. Een Morphe setting spray. Ik was op een missie om producten op te maken. Dus alles wat er bijna op was of veel was gebruikt, ben ik echt elke dag gaan gebruiken. Net als deze Morphe setting spray. Want ik had hem al veel te lang en ik dacht, deze moet weg. Ik moet hem opmaken. Ik moet zeggen, iedereen vindt hem eigenlijk best wel goed. Behalve ik weer. Ik vond niet per se dat hij mijn make-up er heel lang op liet. Ik heb met andere setting sprays dat mijn make-up echt veel beter blijft zitten de hele dag. En dat was hiermee niet per se. Tenminste, ik zag het niet per se. Hij is wel gewoon oké. Je make-up blijft er gewoon een goede 8 uur opzitten. Maar het is niet zo goed als bijvoorbeeld Urban Decay All Nighter. Of zelfs deze van Maybelline. Deze is ook echt amazing. Dus ja, als ik het dan vergelijk met andere producten die ook echt ongeveer even zo duur zijn, vond ik hem niet echt het beste. Van de Body Shop heb ik de Drops of Youth Concentrate Serum. Hij viel gewoon uit mijn mond. Deze vindt dus iedereen echt geweldig. Ik moet zeggen, ik heb hem helemaal opgemaakt zoals je kunt zien. Ik zie niet echt iets, maar dat kan ook aan mij liggen. Ik heb ook nog wel een vrij jonge huid met niet echt problemen ofzo. Dus misschien dat ik vandaar niet iets zie. Het zal vast wel iets doen. Ik denk echt dat dit echt aan mij ligt. Gewoon omdat mijn huid al best wel in goede conditie is, zie ik gewoon geen verschil. Dus ik weet niet. Het zal vast echt wel iets hebben gedaan. En ik weet ook dat een heleboel mensen hier blij mee zijn. Dus ik wil hem ook gewoon aanraden omdat ik gewoon de rest van de mensen gewoon echt geloof. Maar ja, gewoon op mijn huid, ik weet niet. Ik heb af en toe een beetje moeite om dingen te zien qua skincare. Omdat ik gewoon echt een hele goede huid heb. En ik weet, het is echt een luxe probleem of zo. En echt nobody can relate. Maar toch is het gewoon echt zo. Als je echt problemen hebt met je huid, zie je echt dat het beter wordt. En dan zie je verbetering. En dan zie je goed wat werkt en wat niet. Maar op mijn huid is het af en toe een beetje moeilijk om te zien. Dus met dit product ga ik echt uit aan de hand van andermans meningen dat hij gewoon echt heel goed is. Van Dr. Papa heb ik hier een original balm. Hun hebben allemaal van dit soort balmen die gewoon voor alles werken. Voor je haar, je lippen, als blush, etc. Ik vind gewoon deze doorzichtige balm van hun het beste. Ik heb ook niet met een kleurtje getest als blush en zo. Maar als blush en zo vond ik hem helemaal niet goed. Ik had hem nog laatst getest in een video. Maar deze originele balm, hij is ook echt helemaal leeg. Gebruikte ik elke nacht voordat ik ging slapen. En het is super fijn voor, op je lippen. Ook handig mee te nemen in je tas. Ik persoonlijk raad alleen maar deze aan die dus geen kleur heeft. Ik heb al 2 geprobeerd met een kleur. En ik vond die toch niet zo
Ook op de lippen. Ik vind die kleur te licht of zo. Ik weet niet. Ik vond het niet zo. Ik ga gewoon toch echt gewoon voor de geen kleur lipbalm. I liked it. Dan heb ik hier een van mijn fave setting sprays. En dat is de Wet n Wild Be Mine Honey setting spray. Deze is van de Be Mine Honey collectie. In heel veel collecties hebben ze zo'n spray. Ik gebruik nu van de Basher collectie de spray. En deze sprays gebruik ik als hydratatiespray. Dus niet aan het einde van de make-up, maar in het midden van mijn make-up. Als ik mijn gezichtsmake-up heb aangebracht, de cream producten en de poeder, dan ga ik hiermee over mijn hele gezicht. En het hydrateert echt heerlijk. Ik zal het jullie even laten zien met deze. Echt fantastisch. Lekker zo nattig. Echt heel verkoelend. I love it. Deze sprays zijn identiek aan elkaar. Alleen een andere geur, zeg maar. Dus deze vond ik echt heel fijn. Ik weet wel dat het allemaal limited edition collecties zijn. Dus als je de spray wilt halen van een van die collecties, haal hem snel. En welke collectie maakt ook niet uit. Want de sprays zijn identiek. Maar nogmaals, alleen de geur is dus anders. Van Kruidvat heb ik de Happy Harmony Douche Cream. Deze is heerlijk. Dit is dus gewoon een douche cream om je lichaam mee schoon te maken. En ik vond hem zo fijn. Hij is dus echt helemaal op. Zoals je kunt zien heb ik hem lekker goed ingedrukt. Ik vond hem echt heerlijk. De geur is heerlijk. Hij brengt heerlijk aan. Mijn huid voelt goed aan. Het droogt mijn huid niet helemaal uit. Vind ik altijd heel belangrijk. Want niet alleen mijn gezicht is droog, maar mijn hele huid is droog. Dus deze vond ik echt heel fijn. En hij is lekker goedkoop. Gewoon van Kruidvat huismerk. I love dit. Echt, echt top. Van Skon of zoiets. Ik weet niet hoe je deze naam uitspreekt. Heb ik de Repair Microbiome Nachtcream. Ook dit is weer zo'n gevalletje. Ik weet niet of je geschikt ging zijn voor mijn huid. Deze is eigenlijk meer voor de iets oudere huid. Hij is ook iets meer ruw, iets meer droog en iets meer dik. En ik merkte gewoon dat voor mijn huid persoonlijk is deze gewoon niet geschikt omdat mijn huid te jong is. Maar ik denk als je een oudere huid hebt, ga je hem echt geweldig vinden. Want hij heeft alles wat ideaal is gewoon voor de meer rijpere huid. Dus ik heb hem wel helemaal opgemaakt. Vraag me niet waarom. Ik heb dat gewoon gedaan. Ik ben af en toe gewoon zo'n raar persoon dat als ik eenmaal begin aan iets, ik het ook gewoon helemaal moet opmaken. Maar ik weet toch wel dat gewoon voor mijn huid persoonlijk hoefde het gewoon niet per se. Maar nogmaals, een rijpere huid is deze ideaal. Dan heb ik hier van de Body Shop de Chamomile Cleansing Butter. En dit is dus de kleine versie. Zoals je kunt zien heb ik hem echt, echt goed leeggemaakt. Want ik vond hem geweldig. Hij ruikt ook echt heerlijk. Echt een goede cleansing balm. Dit is dus het kleine. Dus hij ging vrij snel op. Maar ik hou altijd van een goede cleansing balm. Het maakt ook mijn gezicht zo een beetje vettig of zo. En dat vind ik heel fijn bij mijn droge huid. Dus deze raad ik ook zeker aan. Ik zou ook zeker de grote halen. Het is dat ik nog een heleboel andere cleansing producten heb die ik wil gebruiken. Dus dat ik hem niet opnieuw haal. Maar anders zou ik hem zeker opnieuw halen. Dus ik raad hem ook echt zeker zeker aan. Als je houdt van een goede, toch wel betaalbare cleansing balm, dan ga je hem echt heel fijn vinden. Van Elf heb ik hier hun lip scrub. De Elf lip scrubs zijn echt altijd amazing. Vooral deze. Deze is echt extra ruw. Dit is de Brown Sugar. En deze is echt ruwer dan de andere. Als je misschien iets hebt van, ja maar het is toch gewoon één lip scrub in verschillende kleuren of geuren. Nee, deze is echt ruwer. En zoals je kunt zien, hij is helemaal leeg. Ik heb hem nou helemaal zo omhoog gedraaid. En ik ben letterlijk met mijn pinkie zo erin gegaan om het nog te kunnen gebruiken. Anders vind ik het echt zonde. Maar deze is echt geweldig. Vooral als je echt hele droge lippen hebt als ik. Ik wil altijd echt een extreem ruwe lip scrub. Mijn lippen moeten gewoon bijna gaan bloeden. Daar hou ik gewoon echt van. Dus ik vond deze echt geweldig. I love it. En als je een iets minder ruwe lip scrub wilt, haal dan hun andere. Want die zijn allemaal ook goed, maar iets minder, ja, iets minder heftig. Last but not least, a body lotion. She Body Lotion van de Body Shop. Ook weer amazing. Jongens, de Body Shop is echt mijn go-to shop als het gaat om body lotion, body creams en ook voor in de douche en zo. Echt geweldig. En hij ruikt ook echt heerlijk. 72 uur lang houdt hij je lichaam smooth en gehydrateerd. En dat is ook echt. Ik doe hem altijd op in de ochtend. En echt de hele dag blijft hij goed zitten. Ik ben ermee naar het strand geweest. En alles. I love it. Hij is helemaal leeg zoals je kunt zien. Als je op zoek bent naar goede body lotions, is deze echt wel eentje waar je in kunt investeren. I love it. Nou mensen, dit was het dan. Dit waren de producten die ik de afgelopen tijd heb opgemaakt. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video en er iets aan hebben gehad. Ik ben ook benieuwd wat voor video's jullie nog meer zouden willen zien. Dus let me know beneden in de reactie. En dan ga ik die video's ook zeker nog maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!